zijn we overigens nog steeds, want we hebben nu een heel mooi verhaal wat we ook aan bezoekers kunnen brengen. Hoe fake news ook doordringt in de museumwereld. Ik zal eerst even een korte inleiding. Sinds 2013 hebben wij het Gulden Vlies in het museum. Het topstuk van ons museum, want het enige Gulden Vlies wat te zien is in heel Europa. En wij waren heel blij dat we dit stuk konden krijgen in het museum. Het stuk had daarvoor op een andere grote tentoonstelling gelegen. En in november vorig jaar liep ik langs het stuk en ik zag dat er een beetje aanslag op zat. En dat vond ik een beetje vreemd. En omdat er toch meerdere stukken bekeken moesten worden, heb ik twee experts ingeschakeld. Meneer en mevrouw naast mij. En die zijn gekomen en die hebben het stuk meegenomen. Er was vanmorgen nieuws. Ja, groot nieuws, want het Gulden Vlies wat wij sinds 2013 in het museum hebben hangen, en wij dachten altijd dat die echt was, echt goud, echt aan Klaas Vijg uitgereikt, blijkt dus een replica. Nou, ik had zelf een raar vermoeden toen ik zag dat er aanslag zat op het vlies. Ik heb toen de experts van Archeocare erbij gehaald en die belden mij al vrij snel op van nou, we weten zeker dat het al geen goud is, mogen wij verder onderzoek doen? En Archeocare heeft de afgelopen 4 maanden veel tijd en energie gestoken en veel geld zelf om het hele onderzoek vandaag te mogen presenteren. En Aan het Gulden Vlies waren inderdaad plekjes te zien die een beetje verdacht waren. En nou ja, goed, dan ga je gedegen onderzoek doen. Je gaat onder de microscoop kijken hoe dat er dan uitziet. En toen viel ons eigenlijk al een paar dingen op die we niet verwachten te zien bij een gouden hamer. En daar kan Johan wat meer over vertellen. Ja, goud is een edelmetaal, niet corrosie onderhevig. Dus je denkt van, hey, hoe kunnen de plekjes ontstaan? Wij zijn een bedrijf die met archeologische vondsten werkt. En wij krijgen enkele duizenden archeologische vondsten in onze handen. Dus we weten ook wel een beetje qua stijl enzovoort met ervaring van waar je op moet letten. Het eerste onderzoek is gedaan onder de microscoop om vast te stellen wat zijn die plekjes nu. Nou, dat bleek waarschijnlijk een poetsresidu te zijn van een poetsmiddel wat je voor zilver enzovoort gebruikt. Dus dat is al vreemd. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het dus eigenlijk niet uit die tijd is zoals gesteld werd. En daar is een rapport van gemaakt. En, nou, zal ik daar nog even op inhaken? Ja. Op basis van die XRF-analyse kon worden vastgesteld inderdaad dat het materiaal waar de hamer van gemaakt is geen goud is, maar een koperlegering. Koperlegering, of messing, hè, dus koper met zink. En dat er weliswaar goud aan het oppervlak aanwezig was, maar als dun laagje opgebracht als poedergoud, schilderspoedergoud. Want als een voorwerp bijvoorbeeld verguld of vuurverguld zou zijn geweest in het verleden, dan zou je sporen van zilver in het geval van vergulding of kwik in het geval van vuurverguilding moeten aantreffen. Dus dat is heel duidelijk, het is een messing, een koperlegering met een laagje geverfd goud. Met die wetenschap en gelet ook op de stijl van afwerking, vuilsporen, gietnaden die niet goed afgewerkt waren, gietfouten in het object, zijn we gaan kijken van, goh, kunnen we misschien nog vergelijkbare hangers vinden? Hij is hier terechtgekomen doordat hij aanvankelijk te zien was op een andere grote tentoonstelling in Nederland. Onze conservator is toen getipt van, zou dit niet een mooi stuk zijn om bij jullie in het museum te laten zien? Omdat hij namelijk uitgereikt was aan Klaas Vijg, ambtman in Tiel, zo rond 1560. En op die manier hebben wij hem van een Amerikaanse bruikleengever hier in het museum gekregen. We weten natuurlijk de route voor dat het in het museum komt alleen maar van de verhalen van de bruikleengever. Dat hij in de jaren 70 door een student van de Warmonder Hof gevonden is, blinkend in de modder. Hij heeft hem met een mes eruit gewipt. Via via is hij bij de Amerikaanse verzamelaar terechtgekomen en die heeft hem vervolgens op de Nederlandse markt aan diverse musea aangeboden. Het is zeker geen tegenvaller, want wij laten hiermee zien dat we heel integer met de collectie omgaan. We hebben dan misschien wel een stuk verloren, maar we zijn een verhaal rijker. Wat kun je zeggen over de waarde?
Voordat we dus erachter kwamen dat het een replica was, was hij getaxeerd volgens de bruikleengever op 100.000 euro. En nu zal het nou 100 euro, 150 euro, meer zal het niet zijn. Nou, we hebben de eigenaar uiteraard op de hoogte gebracht, maar aangezien tijdsverschil met Amerika zal hij bij het wakker worden ons mailtje zien. Dan gaan we met hem in overleg. Maar tot eind maart hebben we beide verliezen, want we hebben een andere replica uit Parijs laten komen van de Bijouterie du Spectacle, want daarvoor is hij eigenlijk gemaakt, voor de filmindustrie. Tot eind maart zijn ze alle twee te zien. En mocht de Amerikaanse eigenaar hem terug willen, dan laten wij uiteraard een replica zien met het fantastische verhaal erbij. Sandra, wat vriendelijker.